Hendrik Bogaerts pleit voor maandag Nederlands. Maar hoe groot is het verschil nu echt tussen leven in Brussel als Nederlandstalige of als Franstalige? Wij nemen de proef op de som. We gaan naar dezelfde winkels, doen dezelfde bestellingen en vergelijken het resultaat. Welkom bij Factcheck. Bonjour. Een kilo pralines. Bedankt. Een kilo praline, s'il vous plaît. Merci. Voor pralines, perfect tweetalig, hè. Ja. Factcheck. Champagne. Champagne. Fact check. Popcorn, cola en nachos. Du popcorn, le cola et les nachos. Fact check. Dag, een cheeseburger. Een cheeseburger. En een giant. En een giant. Tot nu toe worden wij eigenlijk redelijk gelijk behandeld. We krijgen gewoon wat we willen, welke taal we ook spreken. Dus ja. Fact check. Kun je eigenlijk een hamburger tussen twee andere hamburgers nemen? Fact check. De cijfertje van daarnet. Marijn? Ça va? Ja, dat is even gewoon iets te zwaar gefactcheck, denk ik. Heftig, hè? Het enige probleem is, waar ik nu mee zit, is we hebben ook nog Duitsstalig in België. Popcorn, cola en nachos, bitte. Ein champagne. Een kilo pralines. Een cheeseburger en een giant, bitte. Ja, we hebben vandaag heel veel gefactcheckt. We hebben de kruk gefactcheckt, we hebben de post gefactcheckt. Hebben jullie hier iets om te eten? Avez-vous quelque chose pour manger ici? We hebben pralines gefactcheckt, veel terrasjes gefactcheckt, de cinema gefactcheckt. En de conclusie is ontegensprekelijk dat... Factcheck! Fact-check.